Mijn naam is Gina Spierenburg. Ik geef les bij de hogeschool. Mijn naam is Gina Spierenburg en ik geef les bij de sociaal pedagogische. Ik hoor echt zo lachen dat er zo nog in zit. Hoi, iets nieuwe achtergrond, want ik ben verhuisd naar Amsterdam, maar er komt nog wel allemaal een keertje. Op de HVA is het mogelijk om te poestuderen en om mee te lopen. Maar wat is nou het verschil en voor wie is wat nou geschikt? Ik heb het even voor jullie nagevraagd. Mijn naam is Gina Spierenburg en ik geef les bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, vooral in het eerste jaar. Ik ben ook SLB'er bij jaar 1 en ik geef voorlichtingen op de open dag en ik draai ook de proefstudeerdagen. Proefstuderen is eigenlijk voor de studiekiezers. Er zitten ongeveer een groep van 25 studiekiezers bij elkaar. In de ochtend of in de middag, je mag zelf kiezen. En dan krijg je een aangepast programma voor jou waarin je de opleiding leert kennen. Dus je doet allerlei activiteiten, je krijgt wat theorie. En dat is ook aangepast op jouw niveau, dus je begrijpt ook wat er gebeurt en wat er allemaal gezegd wordt. En dat wordt gegeven door studenten en door docenten. Meelopen is weer wat anders. Meelopen, dan ben je gekoppeld aan een student. En dan plan je eigenlijk met de student een dag in waarop je meegaat en dan kom je te weten hoe een college gaat, of je weet hoe het gaat in de klas en dan draai je mee. Het enige nadeel is dat je soms niet weet waar het over gaat. Dus dan hoor je onderwerpen en denk je, waar gaat het over? Maar de docent zal niet helemaal speciaal voor jou een uitleg geven. Het grootste verschil zit hem in proefstuderen is echt een aangepast programma op jou, op de studiekiezer. En kom je eigenlijk niet in een normale klas, dus weet je niet de sfeer in een normale klas. Maar je weet wel welke stof je krijgt en je krijgt wel veel meer informatie over de opleiding. Je kan allerlei vragen stellen. En bij een meeloopdag kom je echt gewoon de sfeer proeven en weet je echt hoe het gaat op een dagelijkse dag op de Hogeschool van Amsterdam. Ik denk dat het handig is, maar als je bijvoorbeeld twijfelt tussen de universiteit of het hbo, dan denk ik dat het handig is, ga naar een meeloopdag. Want dan kom je echt te weten van dit is de sfeer op het hbo en dan kan je voelen bij jezelf, vind ik het interessant of niet. Als je al weet dat je de opleiding heel erg interessant vindt, maar je weet nog niet welke hogeschool je wil, dan zou ik zeker naar een meeloopdag gaan. Weet je nog niet welke opleiding je interessant vindt, dan zou ik naar een proefstudeerdag gaan. Want dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen, ik ga eerst bij de opleiding SPH ochtend proefstuderen en daarna ga ik in de middag bij MBD proefstuderen. En dan kan ik precies kijken, wat is het verschil in opleiding en wat past bij mij. Zelf heb ik voor mijn vorige studie proef gestudeerd. En toen kwam ik er echt achter wat precies echt de stof was en hoe diep de stof ook wel een beetje ging. En toen dacht ik, dit is echt helemaal leuk, ik ga dit doen. Maar er zaten ook wel heel veel mensen in die klas die hadden echt van, wat is dit verschrikkelijk, ik ga dit echt niet doen. Proefstuderen kan best wel soms de doorslaggevende reden hebben om te kiezen voor die studie of niet. Zelf begeleid ik meelopers en dan gaan de opkomende studenten, die gaan dan met jou mee een dagje. En dan laat je ze echt een beetje zien hoe jouw dag in elkaar zit. Dus daar horen ook de tussenuren bij of de vervelende, saaie lessen waar echt niks te doen is. Maar zo krijgt de student wel echt een heel duidelijk beeld van, wat echt een student die studie doet, studeert op die dag. Wow. Voor sommige opleidingen kan je niet meelopen, maar daar hebben we een geniaal iets voor, namelijk het Snapchat-kanaal van de HVA. Aan de rechterkant van mij zie je nu de scancode, dus kan je die misschien scannen en dan kan je ze toevoegen. En dan soms is er gewoon een lange periode waarbij allemaal verschillende opleidingen langskomen en dan nemen studenten je mee op hun dag in de studie en kan je allemaal vragen stellen, dus dat is ook super handig. Als je nou wil weten hoe het is om te proefstuderen, zie dan deze video. Klik hier om te abonneren en dan zie ik jullie graag volgende week weer. Nee, niet volgende week, want ik ben niet meer wekelijks. Ik moet er even van af. Zie ik jullie volgende keer weer met een nieuwe video. Doei!